vorige keer was ik echt... Had ik zo'n... vond het zo spannend. Ik vind het ook wel spannend, maar... Ik ben wel rustig van binnen. Klein beetje zin. Klein beetje. Gezonde spanning. En ik heb gelezen dat je in de lucht zelf mag besturen. Zo, ik weet niet wat ik ga doen in de lucht. Ik ga mijn gekke dingen in de lucht doen. Voor 20 minuten ga ik even theorieles volgen. Wordt er uitgelegd hoe de knopjes werken en hoe alles werkt. En dan... Yo, lekker hè? Huh? Linkerbaan. Als ik straks in het vliegtuig zit, ga ik
echt van die hele gekke capriolen uit daar. Just like that.
heb net het theoretische gedeelte gehad van de les. En ik begin het nu echt spannend te vinden. Zo net vond ik het minder spannend, maar het komt er echt dichtbij. Het gaat zo gebeuren. Ik neem jullie mee op reis. Ik ga zo de lucht in. En jullie mogen samen met me meegenieten. Tot dan! Nou, ik zie een heleboel vliegtuigen zo langs gaan. En ik zat net te denken, ik zeg, als je in het vliegtuig zit, is eigenlijk het moment dat je soort van stijgt, dan heb je een soort van raar gevoel in je buik. Maar als je eenmaal in de lucht bent, dan is dat gevoel weg. Maar ik denk dat het leuke van dit gaat zijn, dat je dan in de lucht, ik hoop dat het mag, dat je dan een soort van rondjes kan draaien, weet je wel, links, rechts en alle kanten op gaat. Ik denk dat ik dat stiekem ook links, rechts, mag doen. Mooi. Mezelf even tot de rust brengen. Gaat die weer? Yes. Nou jongens, ik heb net het theoretische gedeelte gehad. Ik moet heel even wachten. Ik word zo opgeroepen. En dan gaat het beginnen. Yay! Ik heb er echt zin in. Ik ben wel een heel klein beetje zenuwachtig. Want het schijnt dat je, als je in de lucht bent, dat de kans er is dat je misselijk wordt. Dus ik hoop het niet. Ik ga er ook niet van uit. Ik ga proberen te genieten. En ik heb zo'n cameraatje mee. En neem ik jullie ook mee. Om samen met me mee te genieten. Yay! Ik heb net het theoretische gedeelte gehad. Ik word zo opgeroepen. En dan stap ik het vliegtuig in. Ik ben een klein beetje zenuwachtig. Maar ik heb er wel echt zin in. Het schijnt dat je zeg maar ook misselijk kan worden in de lucht. Ik ga er niet van uit dat ik dat ga worden. Maar de kans zit er wel in. Maar we gaan van het beste uit. We gaan proberen te genieten. En ik neem jullie ook mee op reis in de lucht. En het leuke ervan is, ik mag het vliegtuig straks helemaal zelf besturen. Als ik in de lucht ben. Dus keep you posted. Nou, we zijn stiekem aan de achterkant gegaan van het gebouw. Dan heb je een soort van kleine vliegtuigjes. Ik weet eigenlijk niet zo goed of je hier mag komen. Maar zoals je weet, hou ik me niet zo graag aan de regels. En ook bij deze niet. Dus ik kom stiekem gluren om te kijken welke vliegtuigen er zijn. Ik zie alleen de BlackShape nog niet. Wellicht dat het ergens goed verstopt is. Maar ik vind het wel echt spannend hoor. Nou, die gaat zo te zien de lucht in. Die gaat zo te zien de lucht in. En straks zijn wij aan de beurt. Of tenminste ben ik aan de beurt. En dan neem ik jullie ook mee de lucht in. Hebben jullie daar zin in? Ja, ik wel. Yeah. Oeh, gaat ie hoor. Ja, straks ga ik daar staan. Tenminste, staan, zitten in het vliegtuig. Maar ik denk niet dat dit de BlackShape is. Tenminste, zo ziet het er niet naar uit. Maar ik vind het wel heel gaaf als je al die vliegtuigjes zo ziet. Dat is wel interessant. Trouwens, je kan een opleiding doen voor 7K. Dan mag je helemaal zelf een vliegtuig besturen. Kijk hoe gaaf, man. Yay! Gaan ze. Maar ik ben benieuwd of ze de lucht in gaat, hoe het eruit ziet. Gaan ze dan heel hard? Kom op. Gassen! Gassen! Oh, er is zo'n cirkel daar.